Schumann, die hield echt van de hoorn. Die heeft dus een stuk voor hoorn en piano geschreven. Zelfs een concertstuk voor vier hoorns en orkest. Dus dan staan er vier hoorns op een rijtje voor het orkest. In plaats van één of een violist, maar echt vier hoorns. Dus hij was er wel een beetje gek op. En hij had ook, van hem is ook de uitspraak dat de hoorn de ziel van het orkest is.